Er ging een enkel paard, hè? Het was zo, elke keer waar de muzen speelden, was razzia van de flikken. Elke keer. Die reed een kamionet van voor tot tegen het spel dat er niemand meer op kon. En dan kwamen die binnen met een druzout. Niet te geloven. Wij waren heel braaf toen eigenlijk. Maar onze drummer, dat was iets anders. Ik geloof niet dat hij het niet kende. Ik ken het heel veel. Op de deur is er ook even verkeerd meegegaan, natuurlijk, maar goed. Maar dat er was, en dat is echt waar. Het eerste dat hij altijd pakte, dat hij een drum opstelde, dat was melk. Je had melk bij en een kommetje. Het is echt waar, die drumzonden kenden dat. Het is echt waar, hè. Die vlogen gewoon, je kent de muziek tot van achter, en die kwamen eerst van hun melk drinken. En de dingen, de Jules zat daar in een halve nippie met een hele nippie. Zijn ogen stonden altijd zo. En ze hebben die ook niet meegepakt. Maar nog altijd zover. Het was zo dat die mannen afkwamen en je zat op het podium. Aan de overkant was er zo'n huis, dat was zo wit geschilderd, zo wat in lak, zo wat dat blonk was. En dat die mannen aankwamen, ja, die zagen van dat zagen elke keer zo dat blauw licht aan in het gang. En als we dat zagen, als we dat blauw licht zagen, dan stopten we wat aan het spuilen waren. Dat we speciaal voor de flikken, was dat, hè, hadden we deze nummer, maar de raakzwart. Ja, oké, man. Je kunt horen, dat zou kwamen.